Hey Speulers, zien jullie nou zelf dat jullie het wel kennen, maar waar hebben we al die weken gezeten? Aflevering 18 van Hennissee. Even een belangrijke mededeling vooraf. Door het verschil van inzicht in de te varen koers vanwege de lage waterstand in de Waal gaan Hennissee en Remco Overschier hun eigen weg varen. We hebben Rijkswaterstaat en de rivierpolitie ingelicht. Ze weten ervan. Terugblik Volendam. Ene lachter. Ik dacht dat je het win. Maar gelukkig kwam de ommekeer. 5-1. Wie had dat verwacht? Was toch lekker, hè? Favoriete spelers. Darry met 2 doelpunten. Hij zag in 1 keer het licht. Het werd ook met 10. Dat had lang geduurd voordat een kwijtje viel bij hem. Hij kreeg een bos bloemen en een tas boodschappen van de co-op. Die boodschappen zien er wel halal, had Zwembraken tegen hem gezegd. Tegenstander, FC Oeteldonk. Jullie zullen wel denken, wie is die vent naast me? Dat is nou René. Dat is een cipote van Hully. Die mine al 10 keer had gebeld of die in ons mooie stadion mag komen. Om vandaag een zeur af te zien, heb ik hem maar laten komen. Hoi René. Hoi Henny. Die blauw-witte draken van jullie, die zien flink in de olie. En dat net voor de carnaval. De rest is van die 24-jarige olieboer. Hij had 99,99%. Volgend jaar zullen jullie wel FC Jordania heten. Voorspelling, ik hoop dat we de stijgende lijn kunnen voortzetten. De Speulers kunnen de supporters een mooi Sinterklaas cadeautje geven. Tussen haakjes, wisten jullie dat Jack de Gier in het seizoen 88-89 bij Den Bosch had gespeeld? Niemand. Ja, ik heb nog een cadeautje voor jou, jongen. Je komt toch veel tussen al die Russen in. Ik heb nog een mooi cadeautje. Oh, dankjewel, Henny. Nou, dat ziet er keurig goed, hè? Een echte Rus. Henny, ik heb voor jou ook nog een presentje meegebracht. Fijn dat ik hier mag komen. Alsjeblieft. Dankjewel, jongen. Dan zullen we er samen van hap bij, jongen. Dankjewel. Jouw vrouw had grote bossenbollen, hè? Ja, hè? Baba. God. Zit de god. Ik denk er een rare slag om, man. Hebben ze een nummer naar te pakken? Met scheerschuim erin. Fantastisch. We zullen ze vrijdag een poepje laten raken, die gasten. Ja. Wil je soms koffie bij? Nee, ik heb hem naar Uut gemaakt. Net zo'n vieze bossenbol.